Graafschap nummer 6. 36 punten uit 20 wedstrijden. De VVV 12e dus met 23 uit 20. 23 goals gemaakt. Er zijn in de keukenkampioendivisie maar 3 ploegen die minder goals hebben gemaakt dan VVV. MVV namelijk heeft er 22. Jong AZ en Helmond Sport komen niet verder dan 19. In de Graafschap met de namen die onder in beeld verschijnen met Haan dus vandaag weer als spits. Omdat Joey Konings een van de spelers is die besmet is met corona. Mees Kaandorp is de andere. Jeffrey Fortes is met Kaverdië na de Afrika Cup zijn vervangen. Dus Dekker. Leo Perti is de scheidsrechter. En dit zijn de mannen van VVV. De opstelling onder in beeld met Venema natuurlijk als spits. Waar de spelers klaarstaan voor een minuut stilte. Ter nagedachtenis aan alle superboeren die in 2021 zijn overleden. Een stilte ter nagedachtenis aan alle superboeren die in 2021 zijn overleden. En de club wil daar een traditie van maken, de eerste thuiswedstrijd van elke thuiswedstrijd. Om hen te gedenken die de club ontvallen is het jaar ervoor. Opoku. Ashefai. Dat is geen beste bal. Beetje typerend voor de eerste 11,5 minuut. Overname de Graafschap. Haan ging diep. Bal kwam niet van Korte. Dan plamuurt VVV de boel alweer dicht. Haan met de Graça. Goed, Baas. Nu het overzicht houden richting Ashefai. Hij had hem terug kunnen leggen naar Opoku. Nu wel Opoku legt hem wel terug en dan is dit het gevaar. De bal gaat dan uiteindelijk naast. Dat is dan de eerste kans. Echte kans voor de Graafschap. Zo bij bal bezit de Graafschap. Zakt van Dijk in de laatste lijn. Schrooien eigenlijk ook. En dan staan ze met 6 man zo'n beetje op lijn te verdedigen. Zo speelt VVV een beetje zoals ze vorig jaar in de Eredivisie speelden. En dat snap ik heel goed. Dit is trouwens Korte, die kan er 1-0 van maken. Als hij die bal fatsoenlijk raakt, dan krijg je in ieder geval een dikke kans. Nou raakt hem niet fatsoenlijk. Jansen, een beetje een moeilijke bal gegeven. Door Da Graça en dan uiteindelijk. Nou, een moeilijke bal, een hopeloze bal. Dekker, binnendoor, kijkt naar Haan. Het komt erbij, Korte komt er ook nog bij, maar dat duurt wat lang voordat hij er is. Dus kan er worden verdedigd door Coughlin. Pagonik. Nu wat mogelijk. Met Essanoussi, met de mogelijkheid van Venema. Het schot Venema en Jurrius zet zijn handen er even tegen. En dat was belangrijk ook. Maar kans was er dus voor Venema. Nou, waar die weg wordt gestuurd aan de rechterkant. Bastiaans in het midden. Venema, moeilijk hoek. Mag er natuurlijk nooit in. En Julius zorgt er ook voor dat die bal er inderdaad niet in gaat. Jansen. En nu moet hij sneller, want nu staat Schrooien op een positie dat je denkt, daar wil je meer balbezit hebben. Eindelijk gaat hij dan wat diep. Ja. Loukay zegt ook tegen de boer, waarom moet je dan weer terug? Ga naar voren, daar waar Schrooien eindelijk is waar hij hem wil hebben. Dat is natuurlijk wel zo, die Schrooien staat de hele tijd zo'n beetje linksachter te voetballen. En vaak heb je dan wel aan die zijkanten de meeste ruimte. Ja, als Schrooien in balbezit komt, is dat op de helft van de eigen helft. Die wil hem wat dieper naar voren hebben. Net was daar de mogelijkheid. Nu aan de andere kant. Is dit Van Heertem? Van Heertem, Van Heertem. Komt ver aan. En die schiet hem over. Weliswaar via Van Krooi kennelijk. Want het is een corner. Maar daar duikt Van Heertem hem ineens gevaarlijk op. En is het Haan die schiet. Hier wordt Korte toch redelijk hard geraakt. Het spel gaat door. En Sanusi. Pagonik. Bal over Van Dijk heen. En Sanusi nog een keer met een poging van Dijk. En Venema. Venema vindt zelf dat er een hand aan te pas kwam.
Het was er sowieso, dus van heel erg dichtbij. Van Dijk met zijn hoofd daar, dan uit de draai. Ja, dat kun je van zo dichtbij. Het is nauwelijks zichtbaar. Helemaal geen VAR. En dan lijkt het erop alsof beide trainers de ploegen helemaal volgestopt hebben met allerlei tactische ingewikkeldheden. Maar als je gewoon lekker gaat voetballen, dan kom je misschien een stukje verder. Dan wat moeilijk doenerij. Kijk, dit is zomaar de bal inleveren, de boer. En dan is dit, 1-0. Ja, door Bastiaans. De voorsprong is er voor VVV. Dat hier naartoe is gereisd met een enorme bak aan respect voor de Graafschap. Maar misschien is de Graafschap wel helemaal niet zo goed. De bal is lang. En de boer blijft rennen. Houdt hem binnen. Dan zit het niet zo'n beste bal. Maar ja, wat wil je van deze bal van Schuurman zeggen? Ook niet zo best. En dit is natuurlijk helemaal triest. Baas die zomaar de boer aanspeelt. En dan is het in één keer Bastiaans die schiet. Dankzij de werklust van de boer komt de bal uiteindelijk bij Bastiaans. En neemt VVV een 1-0 voorsprong van Heerten. Hij heeft aardig wat meters kunnen maken. Loopt meteen ook door. Wordt aangespeeld door Opoku van Heertem. Een corner. Baas met de corner. Daar komt Opoku. Die komt op het kop, hè. Die kopt op de paal. En dan is het Schuurman die hem wild naast schiet. Wat een kans voor Opoku, de oud-VVV'er, op de paal. De boer probeerde door te jagen, maar Schuurman voorkwam dat. En dat is wat de boer moet doen. Dat was ook de belangrijke reden dat de 0-1 op het bord staat. Doorjagen, doorlopen op ballen waarvan je denkt, nou ja, daar heb je niet zoveel aan. Dit is korter. Dit is Achevai liever. En Da Graça voorkomt de treffer van Achevai. Daar wordt naast gekopt naar de goal van de Pavert met de 1-1. Uit de hoekschop van Heertem eerst, daarna van de Pavert. En de gelijkmaker op het scorebord in de 58e minuut. De hoekschop van Baas. Eerst van Heertem en daarna van de Pavert. Die redelijk vrijelijk kan inkoppen. Van Krooi. Niet lekker. Achevai. Goed. Korte, strak voor. Oeh, Achevai mist daar een dikke kans. Een opgelegde kans. Na de fout van Van Krooi die bal niet bepaald lekker wegkrijgt. Namelijk in de voeten van Achevai. Dan is deze bal goed naar Korte. Dan loopt hij meteen door. Achevai gaat die bal ook terug naar hem. Maar weet hem net niet binnen te lopen. Da Graça. Jansen. Meegeven, inderdaad. Nu, dit is wat. Oeh, toch werd zij de overtreding. En dan is het schot daar. En dan zegt Ruperti: ik heb voordeel gegeven. En dan wel even kijken naar die Toyotzijde. Want die krijgt natuurlijk al een flinke opdoffer. En dat levert een gele kaart ook op. Ik denk voor Lelyveld. Maar dit was een stevige overtreding. Na die wissel. Waarbij dus Philippe Brittijn komt voor Giovanni Korte. Waar Brittijn nu op 10 gaat spelen. En Haan rechtsbuiten. Neemt dus een derde positie van de dag in. Brittijn komt hij. Ja, Achevai. Gaat naar de buitenkant. Had misschien naar de binnenkant gekund. Nu schiet hij voorlangs. En dan de overname nu, Venema. Venema van de Pavert, komt hij er langs. Venema op de voeten van Jurrius. Pagonik, nog een keer Venema. Dat is een lastige bal terugleggen naar Bastiaans. Oeh, dat was bijna zijn tweede van deze wedstrijd. En ineens ligt het akelig open bij de Graafschap. En is dit waar VVV op loert. Met de beide voorwaartsen, Venema en Bastiaans. Eerst Venema op de voeten
van Jurrius. Dan is Pagonik er ook bij. En via Venema komt hij terug bij Bastiaans. Die heeft toch aardig wat vrijheid. En die prikt hem net naast. Hij heeft bij Jong Utrecht, bij NAC, bij Almere City in de keukenkampioen-divisie liefst 55 goals gemaakt. Komt hier 56 aan. Dit moet toch, zou je zeggen? Ja! Dit is Venema. Met de 2-1. De voorsprong wederom. En in zijn eerste wedstrijd voor VVV. Niet zijn eerste kans, maar wel zijn eerste treffer. Het doorkoppen, dan de mispeer, de geweldige mispeer van Heertum. En dit kun je over het algemeen wel aan Venema overlaten. Een punt zit dat erin voor de Graafschap. Venema, voorste man is Schrooien, probeert zijn lichaam te gebruiken, doet hij goed. En lanceert, ja, Venema lanceert zich dus zelf dankzij het goede werk van Schrooien. Maakt ze tweeën, maken ze het af? Nee, hij gaat recht op Jurrius. En deze had hij dus echt een Schrooien moeten geven, dan was het einde wedstrijd geweest. Nog een paar tellen, meer is het niet. Gravenberg aan de zijkant, voorbij aan Da Graça. Gravenberg voor, weggekopt. Door Coghlin, nog een keer Gravenberg. Dit is de allerlaatste actie van de wedstrijd. En dan is de wedstrijd ook bij deze voorbij. En verliest de Graafschap voor de derde achtereenvolgende keer in een thuiswedstrijd.